Welkom bij een nieuwe video. Deze video gaat eigenlijk echt over de Wonderhoeve zelf. Dus ik neem jullie eigenlijk vandaag nog een dagvlogje mee bij de Wonderhoeve zelf. En wat ik vandaag allemaal ga doen, want ik ga heel veel doen vandaag. Dus ja. Vandaag een stukje paradijs maken, want mijn wijs is een beetje saai. Ik wil dus een klein zwembadje maken vandaag en nog wel een paar toestellen zodat ze een beetje kunnen snuffelen, want ik heb heel veel speelbeesten in de wijs staan. Misschien dat ik vandaag nog buiten ga, maar wonder. Dat zien jullie allemaal in deze dagvlog. Ik heb er nu al heel veel zin in. We gaan vandaag met de fiets. Ik heb vandaag een broek aan, deze broek, en normaal doe ik die niet aan, maar al mijn rijbroekjes zijn in de was en dat is stom. Dus ik heb hier een random broek, dus eigenlijk die paardrijbroekjes, maar ik gebruik het een beetje als paardrijbroek, het is niet zo'n mooie broek. En dan heb ik deze tuit erop gedaan, want het is een beetje koud en al mijn mooie trui zit ook in de was, dus het ziet er niet goed uit vandaag, maar boeie paarden mensen. Dus ja, ik ga nu vertrekken met de fiets naar papa, dus ja. Het is aangekomen, het is dus nu een beetje aan het regenen. De paarden staan binnen en er staan er heel veel. Maar ik ga vlug wat hooi van de wei halen, want anders begint het straks niet aan nat. En dan is dat nu van dit middag. Ik ga vlug heel veel hooi halen, dus ik kan straks wel heel veel stallen uitgemesten. Dus ja. Nu ik heb dus nu de hooi kruiwagenachtig gevuld. Ik kom even niet uit mijn woorden. En ik heb al één kruiwagen gedaan, dus ga ik nu vervoeren naar de stallen en dan ga ik beginnen messen, want heel veel werk. En dan kunnen ze daarna allemaal eten. En ik heb dus een probleem. De paarden lopen weg als ik de kruiwagen erin zet. Dus moeten ze allemaal vasthangen aan een touw, aan de voetspraken. Dus dan worden ze wel nat. Maar daarna kunnen ze wel in een stalletje staan met veel hooi. Dus top. Fluffy staat hier met een hooidingetje. En Woezel staat hier met een hooidingetje. En ik ga nu dus vlug deze stal messen. Dus ja. Zo, ik ben dus nu klaar, ongeveer niet alles moest eruit. En ik ga dus nu de drinkbak nog vroeg maken en de karlee gaan opstrooien en hooi erin leggen. Dus ja, ik ben nu klaar met de laatste stal. Ik ga deze nog opstrooien met stro, water opvullen, die is leeg, hooi in doen en dan ben ik klaar en ga ik vegen en zo. Want nu sta ik even in deze stal, want het is heel bang. Dus ik heb er een beetje naartoe gedaan. En Wonder staat hier nog even met hooi, maar een beetje opbouw. En beest staat daar. Dus ik ga die kruiwagen nu nog vroeg leggen. Ik heb in elke stal één kruiwagen uitgehaald. Behalve bij hun, die is 1,5. Omdat dat zijn met twee, maar die ook. Maar die zijn echt heel vuil. Dus ik ga nu vlog die kruiwagen leggen. Dus ja. Ik ben dus nu klaar met die stal. Die is nu helemaal opgestrooid. En er ligt ook al hooi in. En de waterbak is nog niet gevuld, maar dan ga ik ze doen. Maar ik ga eerst een paar pakken. Maar ik dacht, ik heb mijn telefoon mee. Zodat jullie ook even goed kunnen zien hoe ik dat eigenlijk doe. Want jullie weten dat eigenlijk niet. Dus ja. Wat je ook dan?
allemaal weer in de stal. Ik ga vlug. Ik ga die dingen hier nog allemaal opruimen. Maar eerst ga ik dus hun water geven. In deze bak met de gieter. Dus alles is nu eigenlijk bijna gedaan. Ik heb die waterbak net gevuld. Ik heb ook al geveegd. Daar ook een klein beetje. Allee. Ik wil niet zeggen, maar als we het horen waar we heten. En wat mooi opgekuist. En dat heeft daar ook een klein beetje opgekuist. En nu ga ik gaan eten. Misschien dat ik vanavond nog buiten ga, maar het weer gunt me niet, want het is aan het regenen. Ik ben ook helemaal nat al. Maar het even het licht uit en dan ga ik naar boven gaan eten. Dus misschien dat ik er nog op terugkom, maar ik zit nu nog niet af. Wie weet, ga ik nog buiten terug in de stof. Dan ja, mag ik het nog even voor jullie. Ja. Zo, ik ga dus wel nog buiten. Met wonder van het weer is dus nu, eerlijk gezegd, echt heel goed. Dus het is de zonneschijn ook een beetje. En ik dacht, leuk, ik ga wel buiten. Dus ik ga een kort buitenrit toertje maken, maar één toertje. Dus keer heel kort, ook we gaan niet halperen, misschien wel, ik weet het niet. Maar het zal een kort toertje zijn, denk ik, een beetje of zo. En dat ga ik dus vandaag doen. Ik heb er nog heel veel zin in. Dus ja, ik ga nu ook even poetsen, want dat is een beetje veel. En dan ga ik, op buitenrit. Het is nu klaar, maar ik heb eigenlijk echt niks gefilmd. Hij heeft nu een tak gepakt, is super braaf geweest. Maar ik ga naar het dingetje een filmpje insteken. Dat ik gehalopeerd en een leuke foto's van een spiegel wat daar stond. En hij was heel braaf. Maar, ja, dat is die vriendjes. Maar, dus toen we het boerenwagentje afkwamen, wou je altijd omkeren. Dus was hij echt heel sterk. Toen moest ik echt heel hard terugtrekken. Allee, zo aan bij me houden, dus dat was wel moeilijk. Maar eigenlijk is het ook goed gegaan. En de galop was ook echt heel goed. Dus top. Ik ben het afgeteld. Ik ga nu met de kruiwagen weer op de wei voor schooi te halen voor hun twee. En want alle andere paren, dus behalve Beauty en Wonder, zijn wij. Want Wonder breekt uit en Beauty kan je niet pakken. Dus daarom moet die wel op de wei staan, want die komen allemaal naar je toe en kan je gemakkelijk pakken, want die niet. En dus nu ga ik hooi leggen, zodat ze ook lekker kunnen eten en ze hebben ook net allemaal water gehad. Dus ik ga nu weer de kar gaan verruimen, dus stop. Dit was alweer het einde van de video. Alweer. Alweer. Maar gewoon, einde van de video. Ik ben heb gedaan. Ik ga eten en ik ga rusten en ik ga slapen. Misschien dat er morgen ook een dagvlog komt. Maar dat weet ik nog niet zeker. Want ik ga morgen naar mijn eigen. Ik ga hier ook nog wat dingen doen. En een beetje druk. Dus ik weet niet of ik ga vloggen. Misschien niet, misschien wel. Weet je het niet. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje het einde van de vlog. Dus bye, tot de volgende vlog. Vergeet niet te abonneren en te liken. Bye!